Zullen we een bruggetje bouwen naar het volgende item? Doe dat maar eens. Toen Forms, de drum en bass avond, 15 jaar bestond. Toen wouden ze ook een eerbetoon aan de Goudvishal doen waar ze begonnen zijn. Die toen inmiddels gesloten is. Toen hebben ze de Harry's gevraagd om beneden te spelen in de kleine zaal. En daar heb ik bij punkplaatjes gedraaid samen met Olly Tyson. Punkplaat gedraaid op Forms. Wow. En die Harry's, daar zit Jeroen van der Lee in. En dat is de vader van... Kiara van der Lee. Ja. Wie wel eens in Dollars Café komt, die kan haar misschien kennen. Want daar speelt ze regelmatig. Ze zal ze zelf verder ook wel vertellen zo direct. Maar zij is singer-songwriter en woont in het prachtige Spijkerkwartier. In dat mooie gebouw. De oude school waar Escher ook gestudeerd heeft. Met de trappen. Met die trappen. En die, gewoon een prachtig mooi gebouw. We zijn haar op gaan zoeken. Dus we zijn de stoep opgegaan in het Spijkerkwartier. Iets dichterbij dan Schuitgraaf afgelopen week. En ze speelt een prachtig nummer. Dus we gaan kijken naar op de stoep bij Kiara van der Lee. Hoi, ik ben Kiara. Ik ben songwriter en muzikant. Ik treed regelmatig op in Dollars en andere horecagelegenheden. Door corona nu ben ik vooral thuis aan het opnemen en nummers schrijven. Normaal geef ik ook muziekles aan kinderen. Helaas is dat nu ook even gestopt, maar ik hoop dat wel weer te gaan oppakken. Het nummer dat ik ga spelen heet Demons. En die heb ik geschreven toen het een paar jaar geleden niet goed met me ging mentaal. Achteraf bleek ik PTSS te hebben en dat is ook wel te horen in het nummer. Maar voor nu is het nummer voor mij vooral hoop, omdat het weer goed met me gaat. Happy anymore.
Chiara van der Lee. Hey, wat klinkt dat lekker daar, hè? Beetje galmpje erbij van die, van die trappen. Ja. Nee, dat, je moet niet te ver af gaan filmen, want anders galmt het helemaal weg. Maar prachtig. Ja. Superleuk.